Dit is Smaakmakers, een podcast over eten. Mijn naam is Segert van der Linde en in elke aflevering praat ik met iemand over eten, drinken en alles wat daarbij komt kijken. Daar is hij weer, de derde reis van Smaakmakers. De derde aflevering in deze serie in mijn culinaire reis rond de wereld. Die brengt ons zometeen naar de Joodse keuken. Het is niet echt één land, maar wel een ontzettende wereldreis heeft die keuken gemaakt. Daar ga ik zo meteen over praten. Eerst wil ik jou even bedanken. Ik krijg namelijk ontzettend veel leuke reacties op deze serie. Via Instagram bijvoorbeeld, mensen die zeggen dat ze geïnspireerd zijn, dat ze het super interessant vinden. Super tof om te horen. Dank je wel daarvoor. Wil je ook reageren? Check dan even de show notes. Daar vind je alle benodigde linkjes. In deze aflevering is Esther Erteman mijn gast. Normaal gesproken runt zij een kookstudio, Esther's Cookery. Ja, die is natuurlijk nu dicht, maar wat wel heel mooi is, is dat haar eigen kookboek net uit is. Het kookboek heet Nosh, mijn vegetarische Joodse keuken. En de ondertitel zegt het al een beetje. Het is haar Joodse keuken. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben, over joh, wat is nou een Joodse keuken? Wat maakt een keuken Joods? Want het is ontzettend veelzijdig. Dat hoor je zo meteen. Eerst vraag ik Esther natuurlijk de vraag die ik iedereen stel. Joh, heb jij een mooie herinnering aan eten? Eten is alles. In het gezin waar ik vandaan kom, werd alles altijd gevierd met eten. Op vrijdag was mijn moeder altijd aan het koken voor Shabbat, voor de zaterdag. Elke feestdag is eten. Dus ik kan me niet zozeer een gerecht of een recept herinneren. Maar wel, elke vrijdagavond at oma en oom Jaak aten bij ons. Elke vrijdagavond ging je naar school, helpen tafeldekken, blablabla. Douchen, mooi aankleden, niet in pyjama aan tafel. En aten we van het witte servies. En aten we eigenlijk altijd hetzelfde. Dat beschrijf ik ook in het boek. Zeg maar, we aten altijd hetzelfde. En dat was... Dus dat zijn meer de herinneringen. Oom Jaak, die was zo oud. Die had nog de krantenkoppen van de Titanic gezien. Nou, wij hingen aan zijn lippen. En mijn oma kwam altijd. Gewoon, die was er altijd. En we hadden altijd vriendjes aan tafel. Mijn vader viel altijd in slaap. En op zaterdagochtend, dan gingen we... Ja, dan meestal ging mijn vader ging dan vroeg naar de synagoge. En ik ging dan wat later. En dan daarna... lunchten we weer met z'n allen. En vaak was er dan 's middags jeugdvereniging. En dan in de zomer hadden we dan geen haast. Hadden we heel lang de tijd. Maar in de winter was het dan snel, snel, snel eten. Want we moeten naar de jeugdvereniging. Dus het is ook wel grappig. De definitie van een rustdag. Ja, net zo goed als mensen. Als ik dan terugkwam later van feestdagen. Joods nieuwjaar. Of was het een leuk feest. En dan, nou, ik was 87 keer naar de synagoge. En ik heb 157 maaltijden met 407 miljoen mensen gegeten. Maar voor de rest was het heel rustig. Ja. Ik kan me wel de eerste keer herinneren dat ik echt heel... Dat ik me realiseerde dat ik echt van eten hield. En dat was eigenlijk pas... Of nou, ik hield altijd van eten hoor. Maar dat ik toen ik in Ghana was voor mijn werk... Dat er geen lekker eten was. Dat ik dat niet kon vinden. Dat ik gewoon voor de eerste keer me realiseerde dat... niet al het eten lekker is in de wereld. Maar wat at je in Ghana dan? Laat ik het zo zeggen. Toen ik terugkwam uit Ghana, stond mijn moeder had me heel lang niet gezien. Die stond op het vliegveld. En het eerste wat ze tegen me zei, helemaal tranen. En toen ik hoop eens bij te zien. Oh, je bent terug. Toen zei ik, ik wist niet eens dat je jukbeenderen had. Ja. En uitgemergeld snoetje. Nee, ja, ik vond het gewoon niet lekker. Ik eet geen vlees. Dat wilde ik ook niet. Ik had ja, rijst en brood. Maar daar zat heel vaak een soort zoetigheid in. Wel heel veel lekker fruit. Ik heb echt geen honger gehad of zo. En ik vind het wel. En in de hele wereld is natuurlijk die vieze Coca-Cola te vinden. Voel je alles mee weg, dat is makkelijk. Ja, en cassave is lekker, maar niet. Ik heb later in India gewoond. En ik denk dat dat was denk ik wel de mooiste tijd in het buitenland voor mij. En dat was de reden. Een van de redenen was, ik werd 's ochtends wakker. Al met de gedachte... ik mag weer eten. Ja, nou weer lekker, ja. Alles, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Gewoon, ja, echt van de curry's tot de dosa's. Van de paneer tot, nou ja, alles. Alles heerlijk. Hey, we gaan het natuurlijk hebben over de Joodse keuken. Ik deelde van de week op Instagram. Jij corrigeerde me al heel goed. Het is niet Israël. Het is de Joodse keuken. terecht. Maar even voor mensen die geen idee hebben. Waar ligt dat verschil in die definitie? Ja, maar daarom ben ik zo blij dat je het zei. En ben ik het ook blij om het te vertellen. Kijk,
Joden woonden over de hele wereld, altijd. Die hebben in het Midden-Oosten, in het Verre Oosten, die hebben in de Arabische wereld, in de Mediterrane wereld, overal geleefd en gewoond. En Joden hadden, laten we het even heel algemeen natuurlijk zeggen, heel erg paste hun keuken heel erg aan de lokale ingrediënten en de lokale gebruiken. Dus je hebt een hele typische Joods-Portugese keuken. Je hebt een hele typische Joods-Nederlandse keuken. Een Joods-Indiaanse keuken. En in Israël, na de oprichting van de staat en ook al daarvoor al, zijn al uit de hele wereld mensen naartoe gekomen. En die hebben hun keukens meegenomen. En in het begin waren dat vooral de mensen uit Oost-Europa. Dus werd er ook in Israël heel veel Oost-Europese eten gegeten. De koels en de bonen en dingen. En later is dat, en zoals nu is dat super populair, is er heel erg juist de Arabische. In de jaren 50 zijn alle Joden uit de Arabische landen weggevlucht. Daar konden ze niet meer wonen. En die hebben al hun keukens meegenomen. En nu is het echt, dat is echt de, als je nu kijkt echt naar wat de Israëlische keuken, dan zal je daar heel veel gerechten uit de Irakese keuken, uit de Libanese keuken, uit de Jordaanse. Dat is, en ik denk ook dat het de wereld tekort doet, en dat was laatst, ik weet niet eens meer waar het was, maar ik lees zoveel dat ik soms niet eens weet waar ik het lees. Was ook, je doet andere keukens tekort om het allemaal onder de smeltkroes van de Israëlische keuken te noemen. Want ja, het is veel breder dan dat. Dus ik heb ook heel erg kennis gemaakt. Ik heb lang in Israël gewoond. Kennis gemaakt met die smeltkroeskeuken. Maar dat is dus, ja, dat is weer anders dan mijn keuken. Ja. Aan mijn moeders keukentafel vond je echt geen hummus. Eiersalade, avocadosalade. Ja. Maar kun je dan wel, je kunt dan ook niet echt spreken van één Joodse keuken. Er is niet één overkoepelend iets dat het allemaal typeert. Ja, absoluut. Daarom is het ook mijn vegetarische Joodse keuken. Juist. Daar hebben we heel lang over nagedacht en over subtitels en hoe je dingen beschrijft. Proeven is heel vaak een herinnering. En ik heb dat ook geprobeerd te beschrijven. Mensen vragen me altijd, maak jij je gerechten zus of zo? En dat probeer ik ook altijd heel erg te zeggen. Als je verwacht dat mijn kugels of mijn kaastaart smaakt zoals die van je oma, dan ga ik je altijd teleurstellen. Want dan zou je altijd zeggen, dat is een andere herinnering. Ja. Maar ik ben je oma niet. Ik maak mijn moeders, ik noem het shabbatkoekjes. Het zijn helemaal geen shabbatkoekjes. Het zijn gewoon vanillekoekjes met chocola. Maar als ik ze maak, smaak ze anders dan mijn moeder. Maar dat komt omdat mijn moeder vroeger zo'n hele doos bakte op vrijdagmiddag. En dan, mijn moeder had daar een heel simpel systeem in. Ze bakte een cake en ze bakte een doos met koekjes. En als wij die opvraten op vrijdagmiddag, dan was de rest van de week niks. En als we ons daar een wat slimmere actie aan verbonden, hadden we de hele week iets lekkers. Mijn koekjes smaken anders. Ja. Want het is een andere herinnering. Toch zie je wel, er is natuurlijk wel één grote overeenkomst tussen al die keukens. Dat is dat het allemaal kosher moet zijn. Nee, je trekt een bedenkelijk gezicht. Is dat niet zo? Ik denk, de Joodse keuken, dat moet allemaal kosher zijn. Nee, dat is dus zo grappig. Nee? Hè? Je hebt inmiddels, kijk, mijn keuken is kosher, ik eet kosher. Dat is voor mij heel simpel. Dat is ook waarom we staan overal in het boek staan icoontjes. Of het parve is, dus geen melk, geen vlees en geen... melkkost is. Dus dat heeft allemaal met kosher manier. Maar er staat nergens bij, het is kosher. Want alle recepten zijn kosher met koshere ingrediënten. Maar je hebt bijvoorbeeld heel veel Joden die heel traditioneel willen eten, maar helemaal niet kosher eten. Je hebt, daar weet ik zelf te weinig van, maar bijvoorbeeld ook gerechten in de New Yorkse keuken. Dat is volgens mij de Reuben sandwich. Die bestaat uit vlees en melk. Dus die is heel typisch, wordt die gezien als een typisch Joods gerecht. Maar dat is voor mij, zeg maar, is dat een no-go, want dat zou ik nooit eten. Jij eet sowieso geen vlees, maar in de meeste kosher combineer je melk en vlees niet met elkaar. Ja, dat is zeg maar echt wel een van de basis fundamenten van de koshere keuken. En het is, maar er zijn natuurlijk heel erg veel mensen die niet kosher eten. Meer dan mensen die wel kosher eten. Er zijn heel veel mensen die hun gala op vrijdagmiddag, die echt wel, die dat mooi vinden en fijn vinden, maar die kopen dat dan bij een niet-koosje gebakken. Dat heb je allemaal. Je hebt zoveel mensen, zoveel smaakjes daarin. Ja, maar wat maakt een Joodse keuken, jouw Joodse keuken, de Joodse keuken van je moeder, van de buurvrouw, wat maakt een Joodse keuken nou dan een Joodse keuken? Nou, ik denk dat voor mij dat het de leidraad is echt die, dat het door de, met de feestdagen, daar horen allemaal gerechten bij. Dat is mijn Joodse keuken. Maar mijn keuken, ik ben Joods, dus mijn keuken is altijd Joods. Dat zeg ik ook altijd heel vaak tegen mensen die nu niet meer zoveel, maar vroeger heb ik dat wel eens aan mensen uitgelegd. Ik ben Joods, het is niet mijn hobby.
Dus nee. Is, en ik heb me ook pas later gerealiseerd hoe doordrenkt mijn leven ook is van mijn afkomst. En dat is, ik heb, er staat is een inleiding over, er staat een stukje in dat heet een meisje zoals jij. En dat en daar vertel ik ook over dat mensen me heel vaak, dat bedoelen mensen heel goed, maar zeg maar zo van, maar je ziet het helemaal niet aan. Of je bent zo gewoon. Ja. Hoe doe je gewoon? Wat had je verwacht dan? Ja. Maar, voor mensen is het als je je zo bezighoudt met nog de tradities, dan verwachten ze toch iemand anders. Dan verwachten ze toch niet dat je bepaalde dingen doet, of vindt, of wil, of kan. Of, We hebben het al heel even kort een beetje over gehad, maar wat heeft jouw Joodse keuken dan gevormd? Mijn opvoeding, dat is nummer één. Dus, en als mensen me dan vragen, ja, maar heel veel mensen zijn natuurlijk weg bij, die hebben afscheid genomen op latere leeftijd van hun tradities. Dus mensen dan vragen, ja, maar waarom doe jij dat dan nog? Zeg ik altijd, nou, thuis waren we heel traditioneel of religieus. Thuis was het leuk, dus ik associeer religie met leuk en gezellig en fijn en warm. Maar ik heb twee broers, die zullen daar ieder hun eigen interpretatie van hebben. Hoe het was of hoe religie is. Dus dat is mijn, dat is de eerste. Dat komt gewoon uit een heel traditioneel huis. Dat heeft mij zo gevormd tot wat ik ben, dat zelfs als ik toen ik in Calcutta woonde en ik dus echt niets om me heen had van Joods leven en ook echt niets aan niets kon doen, ging ik toch op vrijdagmiddag ging ik dan douchen en deed ik een rok aan. Ja, dat is natuurlijk, dat is niet echt zeg maar bijbelvast, maar dat is wel, dat is één. En onderweg in mijn leven ben ik tegengekomen, heb ik gewoon geleerd dat alles aan mij is Joods. Dus als ik naar Ghana ging, of als ik naar Kenia ging, of naar Cameroen, of naar Senegal, of naar Guatemala, of naar noem maar op waar ik heen ging. Ik was altijd op zoek naar wat voor tradities mensen hadden in. Hoe vier je daar je feestdag, je verjaardag? Hoe verwen je mensen? En die gerechten nam ik dan weer mee terug. En wanneer kook ik, of wanneer kookte ik nu altijd, maar voordat ik met de studio begon, voor feestdagen. Dus dan stond er op onze, dan vroeg mijn moeder me een salade te maken voor een feestdag. En dan was dat met ingrediënten uit, weet ik veel, was in Thailand geweest, had ik daar dingen van meegenomen. Dus dan stond er op mijn ouders shabbattafel, of als ik toen ik begon met cateringen, dan waren er bar mitzwa's en dan maakte ik Syrische koekjes. Dus dat is mijn keuken. Dat reizen heeft me heel erg laten zien wie ik ben en wie ik ben laat ik zien door mijn keuken. Ik ben nu een beetje bezig met een soort serietje waarin ik een aantal wereldkeukens wil belichten. En een heel aantal van die keukens, die staan ook wel bekend als redelijk traditioneel. We houden vast aan wat we hebben. Dat is het dus in jouw geval helemaal niet. Juist niet. Er zit een heel groot aanpassingsvermogen in. Ja, dat ook wel. Maar ook wel dat zeg maar, heel veel mensen denken ook dat je alleen maar groter kan groeien. Of dat je alleen maar jezelf kan ontwikkelen als je afscheid neemt van je afkomst. En mensen gaan op zoek naar zichzelf in een ander land, in een andere cultuur. En ik heb mezelf altijd meegenomen naar die andere cultuur. Dus wat dat betreft ben ik niet zo'n heel goed camouflagedier. Want ik ben meer een soort. Ik had ook zoiets. Waar ik ook heen ga, ik neem mezelf mee en mijn religie en mijn tradities en mijn wensen en mijn manieren. Dus ik werk hier en ik ben hier blij en ik vind het hier fijn. En je kan shabbat maken met een galla, maar je kan ook een zegening maken over een plat brood, over een naan, over wat het ook is. Ja. Dus dat is net niet een halfje volkoren, het moet een heel volkoren dan. Oh, sorry. Een heel brood. Heel veel koren. Is dat het meer is. Dat je ze, ja, ik denk dat mijn ouders hebben dat ook altijd gezegd. Wees gewoon jezelf. Hoor je er altijd bij. Want dan hoor je bij jezelf. Wat hoop je dat mensen meenemen uit je boek? Een hele vrolijke, frisse, heerlijke smaak. Dat mensen denken, oh, dat is gezellig. Dat is lekker, dan ga ik eens proberen. Heel veel mensen denken natuurlijk ook, Jodendom, of zwaar en moeilijk, of gek en ver weg, of Israël en conflict. Of mensen hebben altijd een heleboel ideeën, dat is allemaal heel veel vlees. En ik hoop, daarom hebben we ook heel erg voor de foto's gekozen, heel erg dat warme en heel erg laten zien van, het gaat over samen koken en samen eten. En dat het ook heel simpel kan zijn. En dat je heel goed zonder vlees kan koken. Zonder vlees en zonder vleesvervangers. Zonder gewoon. Op zich is het. Het is een.
toen we ermee begonnen, toen zei ik, ja, maar ik wil helemaal niet dat erop staat dat het vegetarisch is. Want dat is voor mij een soort bijzaak. Maar dat is het natuurlijk niet. Want het is het wel. En het is heel, heel belangrijk dat het ook een vegetarisch kookboek is. Ja, en als je het hebt over de Joodse keuken en zo, dan denken mensen misschien ook weer aan gefilte fish of zo. Dan kom je toch weer bij vis uit en zo. En het is natuurlijk ook wel, dat is het dus in jouw geval juist weer niet. Nee, helemaal niet. En ook dat je niet. Het is ook niet dat het alles kan zijn. He, dat zeg ik ook, probeer ik ook te zeggen, geef ons vooral je eigen draai, je eigen smaak aan. Lees het, leer het, geniet ervan. En dan moet je gewoon weer zelf denken van oké, nou nu doe ik het toch op mijn eigen manier. Maak je er jouw eigen Joodse keuken weer een beetje van? Ja, niet Joods in mijn geval, want ik ben niet Joods, maar mijn eigen. Ja, nee, maar dat keuken is voor iedereen. En het is ook, ik moet ook zeggen dat bijvoorbeeld er was een keer een jongen, toen had ik net was ik bezig met de kaastaarten voor de fotografie. En die proefde van het beslag. En die zei, oh ja, dat smaakt naar mijn oma. En toen zei ik van, ja, maar dit is ook het kaastaart. Niet naar mijn oma, maar de kaastaart van zijn oma. Ja, snap ik. Ja. Ik zag die grote ogen. Ik dacht, hoe? Ik heb drie soorten kaastaart in het boek. De ene is het kaastaart van Bea Polak. De ander is mijn eigen kaastaartrecept. En de ander is een vegan kaastaartrecept. Maar die van Bea Polak, dat is een heel oud kookboekje. Als er één iemand in de wereld is die door mijn boek weer een oud recept in een nieuw jasje gaat hijsen en weer zegt, oh, ik ga die tradities doorgeven. Ik ga weer die kaastaart maken met hangop en met vanille. Ja, dan ben ik heel blij. Cool. Dan gaan we gewoon. Er zijn natuurlijk ook heel veel tradities. En ik heb er niet heel veel woorden aan besteed, behalve in het verhaal over mijn moeder. Er zijn ook natuurlijk heel veel tradities verloren gegaan doordat er zoveel Joden zijn vermoord. Er zijn niet alleen maar mensen verdwenen. Er zijn ook gewoonten en tradities en verhalen verdwenen. Recepten verdwenen. Nou, en als ik daar er eentje voor één iemand een beetje kan terugbrengen, nou dan ben ik al blij. Maar twee mag ook, twee mensen. En drie ook trouwens. Nou ja, dan kom je weer bij het volgende thema. Wat je er ook wel zegt. Eten is in jouw geval ook mensen samenbrengen. Ja. Ja, je kan het ook altijd hebben over eten. Dat was ook hartstikke leuk. Dat deed ik in mijn oude werk, deed ik het. Of als je met mensen een moeilijk gesprek wil voeren. Of ik doe het nu ook in een kookstudio. Weet je, ik zeg altijd tegen mensen, het is makkelijker om een gesprek te voeren met collega's aan de keukentafel dan in een hotel zit je. Je spreekt heel makkelijk, je bent veel eerlijker. Ja. Dus dat is, en je spreekt dezelfde taal. Niet lekker, niet lekker. Ja. Ze wordt ook heel feisty, hè? Ja, ik heb niks. Ja, moet je zo doen. In 2016 gaat Esther's grote droom in vervulling. Na jaren rondreizen over de hele wereld en culinaire ontdekkingen doen, opent zij na een succesvolle crowdfundingsactie haar eigen kookstudio in de Amsterdamse Pijp. Esther's Cookery. De kookstudio wordt een plek waar mensen nieuwe dingen leren eten, smaken ontdekken en waar bijzondere ontmoetingen plaatsvinden. Nou, toen ik in 2016 begon met Esther's Cookery, toen, dat was ook een tijd dat er heel veel jongens in de Havenstraat kwamen, Syrische vluchtelingen. En er was in Nederland, in Amsterdam was daar best wel wat trammelant over. Het waren er ook een heleboel mensen die dachten, wacht even, veel jongens, er wordt veel gekookt, let's go. Nou, ik heb dat ook gedaan. Ik ben toen rond gaan vragen en rond gaan bellen. En toen heb ik een heel aantal ontzettend mooie jonge mannen die daar zaten te wachten, echt tot de dag voorbij gingen. Die hebben bij me gewerkt. Het was ontzettend, ontzettend leuk. En een van de jongens die kwam uit Aleppo. En die, toen gingen we fatouche maken. En toen op een gegeven moment, ik deed iets. En dat deed ik uiteraard helemaal verkeerd. En toen zei hij, oh, we moeten mijn moeder bellen. En toen, vanaf dat moment, dan als we dan dingen gingen maken. Want hij was echt, maakte het meest waanzinnige baklava en graibi. En echt waanzinnig mooie recepten. Dan belde dus zijn moeder. En die stond dan te gillen, echt letterlijk te gillen tegen hem, of wat hij moest doen. En hij vertaalde dat dan weer naar, ja, zijn Engels was helemaal niet zo goed en mijn Arabisch is ook niet zo goed. Dus, maar we kwamen er dan wel uit. En dat was natuurlijk waanzinnig mooi, want het was ook een humanitair drama in Aleppo. En ertussen je zo opwinden over of je wel de laffa aan het bakken bent in boter en olie. En of je wel genoeg zout toevoegt en genoeg sumac. En dat is vooral belpaprika. En, nou, het was echt te grappig. Geweldig, en ook wel heel erg mooi. Ja. En hij vond het ook doodnormaal. En ik vond het eigenlijk ook altijd doodnormaal dat we haar gingen bellen. We konden er ook heel vaak niet bereiken. Of dan halverwege moesten ophangen.
En dan zei ik, weet je, en dan zei ik altijd, oh, dat is toch heel bijzonder. En hij heeft wel, nee, als ik ga koken moet ik mijn moeder bellen. Dus dat was, nee, dat was, en dus dat soort recepten zijn daardoor ook heel dierbaar. Ik denk, oh ja, want gelukkig hebben al deze jongens hebben een verblijfsvergunning gekregen. Die zijn, deze specifieke jongens heeft de zwarte band karate en die zit nu in het nationaal team. Dus dat is echt heel, heel gaaf. Maar die zijn daardoor allemaal uitgewaaierd over het hele land. En hebben gelukkig hun eigen pad weer gevonden. Maar dat, is, dat waren mooie, mooie tijden. Mooie contacten ook. En nu is daar dus Nosh, het kookboek van Esther, vol met heerlijke recepten als bagrier met geroosterde venkel en rozemarijn, en gestoomde venkel, Japanse nasu aubergines, gekookte en gebakken eieren in chilisaus, shakshuka, broccoli tempura. Ja, en een gerecht. Dat snap ik gewoon niet zo heel erg goed, moet ik bekennen. Matzeballen. Ik denk altijd, ik ken matzes, dat zijn die platte dingen. En dan maak je dan een verkruimel je en dan maak je met meel een bal van. En dat gaat dan in je soep. En dat is toch niet... Hoe kan dat lekker zijn? Ik lees hem even voor je voor. Want met jou, dit recept is voor mij het culinaire hoogtepunt van mijn jaar. Samen met mijn moeder maak ik matzeballen de dagen voordat Pesach begint. De kleur is verschrikkelijk, het formaat is afstotelijk. Het is veel werk om te maken en mijn man vindt ze ook nog eens smakeloos. Maar ik kan er zelf geen genoeg van krijgen en bedel ze uit iedereens bord. Ja, ik kan niet matzeballen beter beschrijven dan dat. Want ja. Het is matzen met die verkruimel je. Die maak je een beetje nat en die verkruimel je. En dan fruit je een uitje en je fruit peterselie. En daardoor, omdat je dat fruit in zonnebloemolie, wordt het ook een beetje vettig. En dan meng je dat met die matzen, een beetje matzenmeel erbij en een ei. En dan ga je ballen maken. En dat is zo lekker. Genoeg zout. En dan laat je ze namelijk, je kookt ze in de soep. Dus bijvoorbeeld, ik kook ze in mijn, ik noem het de genezende groentesoep. En dan krijgen ze een heerlijke, ja, ik weet niet hoe ik het uit moet leggen, zo lekker als het is. Maar ik hoop ze een keer voor je te kunnen maken. Ze smaken een beetje zacht, een beetje hard en een beetje sompig. Ik eet ze graag met rode grijn. En grijn staat ook in het boek, dat is met rode bieten en mierikswortel. Maar... Ja, het kan best zijn dat ik de enige ben in Nederland die echt mijn been zou verkopen voor het hebben van een extra matzebal. Maar ik vind ze heerlijk. Geweldig. Ja, ja, het is zo grappig. Ik denk ook nu nog, denk ik, natte matzes. En dan... Nou, ik ga het gewoon een keer proberen. Ik moet het gewoon proberen, denk ik. Het is wel heel typisch. Dus dit is echt zo'n typisch Oost... Of dit zijn dan Nederlandse matzeballen. Maar echt wel uit de Ashkenazische keuken. Uit die Europese, Oost-Europese keuken. Die zich ook kenmerkt door wat grijs en bruin. En ik denk dat je dat je in Israël ook weinig mensen zal vinden die heel erg warm lopen voor hun matzeballen. Maar ik wel. Jij wel. Leuk. Nou, wil je die matzeballen zelf een keer proberen? Dat kan dan dus. Het recept ervoor staat in Nosh, het boek van Esther. Dat is te koop. Ligt in de boekhandel. Kun je bestellen via haar website. Alle benodigde linkjes vind je ook in de show notes van deze aflevering. En het is, ja, dat heb je inmiddels al wel gemerkt in mijn enthousiasme. En wat mij betreft een ontzettende aanrader. Ook een aanrader, maar dan vooral als je in Amsterdam woont. Esther's Cookery gaat weer open. Op de dag dat deze podcast online komt, is de Cookery voor het eerst weer open. Niet als kookstudio, maar als takeaway en deli. Je kunt dus de gerechten van Esther afhalen en dan lekker thuis daarvan genieten. Even het menu doornemen van deze week. Genezende groentesoep, zonder matzeballen. Rode linzensoep. Pompoen met quinoa en parel couscous. Baba ganoush, boterkoek, friandise. En dat alles begeleid met pita en lekker ingemaakt zuur. Ga naar Esther's Cookery en geniet ervan. Over 2 weken is er weer een nieuwe Smaakmakers. Tot die tijd zou ik het heel leuk vinden als jij je abonneert op Smaakmakers in je podcast app of via Spotify. En luister je deze podcast via Apple Podcast, zou je dan eens een keer een recensie willen achterlaten. Dat kan heel simpel in je app. Ik zou het heel tof vinden en dat helpt mij weer, want Apple zorgt er dan weer voor dat andere mensen Smaakmakers aangeraden krijgen. Over 2 weken ben ik er dus weer. Dan praat ik met Sara Pozzo. Zij weet alles over de Italiaanse keuken, La Cucina Povera. Zij is namelijk, ja, heus master of pasta. Nou, dat hoor je over 2 weken. Ik zou zeggen, tot dan!